was heel erg tevreden met Man zoekt vrouw, die voor mij een goed gemaakte film is, vind ik. En waar ik heel, uiteraard binnen het medium willen blijven ben ook, het medium van romantische komedie. Maar binnen de romantische komedie moet hij zeker niet onderdoen voor Amerikaanse films. Dus de goede Amerikaanse romantische comedies dan. En daar ben ik fier op, ja. Dus het is niet zo dat ik zeg, ik wil hem meer in Vlaams draaien. Helemaal niet. Het is gewoon dat sommige films ik meer Frans voel dan Nederlands. En aan wat is dat te wijten? Ik denk dat bij Visionique dat waarschijnlijk een deel te wijten is, omdat het mijn meest persoonlijke film is. En dat waarschijnlijk juist de afstand creëert die ik nodig had. Omdat het net de persoonlijkste film is. Dus ik denk dat het dat is. Ik ben nu een nieuw scenario aan het schrijven. Het is toevallig weer met dezelfde scenarist als Visionique, dus zal het weer Franstalig zijn. Had ik met Pierre de Klerk een scenario geschreven, dan was het een Vlaamstalige film geworden. Film heeft ook geen taal. Ik heb nu op dit ogenblik ben ik in bespreking met een aantal mensen om een Iranese film te maken, om in het Farsi te maken. Iets dat ik niet ken. Dus ik heb aan die persoon gezegd die met het project gekomen is, dat heel mooi is. Ik wil dat wel doen, maar dan moet ik wel Farsi leren. Een beetje leren toch, dat ik de dingen kan verstaan. Maar film is universeel genoeg. En dat komt net als ik zeg hoe acteurs spelen. Een goede film, of dat dan nu in het Vlaams is, of in het Farsi is, of in het Frans, dat blijft een goede film. Ja. Denk ik. Ja.